Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Naast me zit Patrick van der Wijk. En ik ben Maurice. En zoals altijd zijn we weer naar de film geweest. Ja. Ja. En dat is dit keer Kingsman, deel 2. The Golden Circle. Ja, en, goeie film. En we hadden het erover en we zeiden tegen elkaar van... Je ziet maar zelden een nummer 2 die beter is dan een nummer 1. Maar daarvoor, voor de Kingsman vond ik dat zeker waar. Ik vond deze veel leuker dan de eerste. Ja. Ik vond de eerste ook leuk, maar dit was echt... Ja, ik vond het wel leuk. We gingen meer diepgang, ik vond de muziek ook heel erg goed afgestemd op de actiescènes. Dus dan, er was een actiescène en daar zat er muziek achter en dan zat je echt op je stoel van ja. Zonder dat die muziek echt heel erg overhand neemt. Ja. De laatste tijd heb je wel heel vaak nu wat films waarbij muziek een soort leidraad is. Ik zat te denken aan bijvoorbeeld Baby Driver. Dat was het extreem dat de muziek... Maar kijk naar de Guardians of the Galaxy. Ja. Zelfs vrouw. Ja, maar dat zie je nu niet. Het is nu is het ondersteunen het verhaal. Ja. Dat maakt het nog leuker, vond ik. Ja. En ja, ik moet ook zeggen dat zonder helemaal te spoilen, gaan toch wat characters dood. Denk ik, nou, jammer. Jammer. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik heb geen character gezien dat ik denk, nou, jammer. Jawel. Merlin. Ja, Merlin. Ja, dat is waar. Dat vond ik jammer. Dat is waar. Ja, en dat meisje dat in het begin dood ging, die heeft in de Kingsman 1 gespeeld. Een goede rol. Ook jammer. Jammer. En dat vond ik wel leuk dat ze alle characters wel weer naar voren hebben gehaald. Ja. En natuurlijk ook zijn vrouw. Klopt. Dat hij terugkwam. Dat hij die Zweedse prinses is. Ja, dat je in dat begin, vond ik ook mooi. Ja, in het begin dacht ik, nou, het zal wel één klein vluggetje zijn en niks meer. Nou, jij zei nog van, misschien is dat wel dat wijfie wat hij op school had leren kennen. Ja, die en toen bleek het dus die Zweedse prinses erbij. Ja, ja, dat is tof. Ja, dat is een goede actie. Ja. Dus hij heeft een heel goed vervolg op nummer 1 gekregen. Ja. De actie was weer spectaculair. Ja, zeker. En natuurlijk volledig over de top ook. Volledig over de top. Dat hoort bij Kingsman. Ja. Maar ik moet zeggen, het einde van de Kingsman 1, dat alle hoofdjes ontploften, vond ik puur nep. Ja. Dat vond ik echt nep. De special effects, dat soort dingen. Het was heel erg... Het hoorde ook zo hoor, want we hebben in deze tijd veel betere techniek om dat te doen. Dus het was ook zo opgezet. En dat had je niet dat hele goedkope gelukkig in 2. Het ging er wel tegenaan hoor, maar het was niet... Het had niet over het randje nog. De mooie cameo van Elton John. Die was fantastisch. Dat was een leuke... Ja, Elton John was heel goed erin. Echt die vechtscène van hem, die vond ik zo fantastisch. En dan zullen jullie denken, heeft het de vechtscène met Elton John? Ja, het heeft de vechtscène met Elton John. Fantastisch. Maar die is zo leuk, die is nu niet gespoilerd, want die is zo goed in elkaar gezet. Ja, is het ook. Ja. En we hebben sowieso allemaal heel gespoilerd, want spoilerden hier al een keer. Dat doen we altijd. Ja, maar dan nog. Maar dan weet je in ieder geval, je gaat naar een goede film. Je gaat naar een leuke film toe. Laten we zeggen dat je zegt, goede film vind ik. Het is gewoon een leuk film. Goede film met John Wick, maar dit is echt een leuke film, is dit, zeg maar zeggen. Ja, maar weet eens, het is goed in de zin, dit is het genre zoals het dit genre is. Als je dit genre aanhoudt. Ja, dan is het gewoon, dan is het gewoon de top van een genre. Ja. En zo moet je het zien. Ja. En daar gaat het om. Ja. En ik wil zeggen, weet ik niet meer hoe die heette. Die ingevroren werd. Hele bekende acteur is het. Ik heb precies bedoeld. Nou, valt hij ook weg. Laat ik zo zeggen, daar gaat hij. We weten het alle twee niet meer. En weet je hoe dat komt? Omdat in alle trailers, in alle affiches, overal staat een hele bekende speler staat erop. Dus je verwacht dat die heel veel in die film zal zitten. Ja. Maar die zit misschien 3 minuten in de film. Ja. Nou ja, als jullie hem gaan kijken... En het maakt niet uit. Dus ik vind het voor de film wel is het goed. Ja, is goed. Ja. Nee, maar hij is ook wel... Maar aan het einde zul je zien van... Overal staat hij en misschien een paar minuten zie je dat al. Ja, maar hij is wel gelanceerd, want aan het einde van de film zie je weer terugkomen dat hij... Ik denk dat dat een voorbode is op nummer 3 dan. Ja, tuurlijk. 3 komt eraan. Ja. Ik denk dat het commercieel goed is. Volgens mij een succes deze film. Dus hier komt zeker 3 van. Ja. Colin Firth weer goed. Nou, ik moet zeggen, ik kan niet wachten. Dan. Ja. Ja. En vooral omdat Colin Firth ook erin blijft zitten. Dus, hij is gewoon gegroeid in zijn hele rol en zijn karakter. Ja, daar vond ik jammer dat die Merlin ook een goede rol erin hebben. Ja. Dat vond ik jammer dat hij weggeschaald. Ja, maar Halle Berry gaat niet overnemen. Ja, en niet in die rol als Merlin, maar meer als agenten. Ja, klopt. Dus, maar dan kunnen ze weer nieuwe, kijk, ze kunnen heus wel weer nieuwe mensen bijpakken. Natuurlijk. En, ik doe niet leuk zo. Ik denk, maar dat is even nog een technisch dingetje. Ik denk, want ze heette allebei de Galahad. Galahad, ja. Maar ik denk dat dan de jongste... Iggy, dat hij Arthur gaat worden. Ja? Het is de eerste keer dat het de Colin Firth zou zijn, maar toch, waarom? Omdat Arthur is opgeleid door Merlin. Ja, maar ja, eigenlijk is hij opgeleid. Hij vindt zelf dat hij opgeleid is door Galahad. Ja, maar uiteindelijk is de Merlin de figuur mee aan de schermen. Nou ja, wie weet... En hij is prins geworden. Hij is nu aangekomen. Oh ja, hij is nu prins. Ja, dat is waar. Ja. Dus Colin Arthur wel een goede wezen. Ja, dan. Dat is even... Maar misschien in nummer 3 dat haar ouders overleden zijn. En is hij ook King. King, ja, King. En dan heeft hij ook echt zijn King Arthur. Met codename Arthur. Met Arthur. Dat zou helemaal niet zo ver gezocht zijn trouwens. Nee. En dan heeft hij een hele nieuwe round table. Een echte round table.
Hey. Ja. Hey. Het zou tof zijn. Het zou tof zijn. Ik wil er toe. Sorry. En jongens. Bedankt. Ja, we gaan een cijfertje geven. Ja. Ik geef hem 8. Nee, ik geef hem meer. Ik geef hem 8,5. Zo. Ja, wel. Niet te misselijk. Ja, maar ik vind dit genre. Nee, maar dit voor die genre bedoel ik gewoon. Dan kijk, ja, als je een genre blijft, kan je nog wel hoger krijgen dan een 8. Ja. Maar ik vind gewoon een film. Nee, want hij is gewoon leuk om naar te kijken. Ja, je moet gewoon heen gaan. Het is spectaculair. Het is gewoon leuk. Ja. Ga gewoon heen. En wij spreken je de volgende keer. Prima. Doei.